Welkom bij de Nuanced Podcast. Dit is een aflevering van Stoïcijnse Gedachtes. Over plichten en omstandigheden. Schuif de toekenning van je plichten nooit af. Het maakt niet uit of je koud of heet, slaperig of goed uitgerust, verworpen of geprezen bent. Zelfs niet wanneer je stervende of gestrest bent. Sterven is een belangrijke taak die de natuur aan ons toekent. Kortom, maak het meeste van wat je hebt en vervul de plichten die voor je staan. Marcus Aurelius, Meditations 6.2. De plichten die wij voor onszelf kiezen bepalen onze functie in ons leven. Zelfs wanneer een verplichting ons wordt opgelegd, dan kiezen wij om deze functie te vervullen wanneer gehoor gegeven wordt aan deze verplichting. Onthoud daarom dat iedere plicht een keuze bevat. Plichten zijn nauw verbonden met moraliteit. Wanneer iemand zegt ik zie het als mijn plicht of variaties hierop, dan ziet deze persoon het als een belangrijke moreel juiste keuze. Hoe jij de moraliteit van een plicht of verplichting beoordeelt, bepaalt of jij de functie zal uitvoeren of je er tegen zal verzetten. Marcus Aurelius haalt sterven aan als een plicht. De natuur verplicht ons om de ruimte te maken voor het jonge en het nieuwe. De ultieme manier om dit te doen is door te sterven. Toch zijn er ook andere manieren om deze plicht die de natuur ons oplegt te vervullen. Een laatste factor in het aangaan van plichten zijn de omstandigheden waaronder dit gebeurt. Plichten ontstaan vanuit beweging. Wanneer een functie uitgevoerd wordt, verlicht het een opbouwende druk. Door de plichten en daarmee de functie uit te voeren, help je jezelf en anderen voorwaarts. Ga ze daarom nooit uit de weg, maar bekijk ze aan de hand van jouw moraliteit en perspectief in die situatie. Vond jij deze aflevering waardevol? Abonneer dan op het Nuanced Podcast YouTube kanaal. Volg de podcast op Spotify of deel de podcast met anderen via social media en like de podcast of de post. Dit helpt mij het kanaal te ontwikkelen en de podcast te verspreiden. Enorm bedankt voor je tijd en tot snel. Dit was een Stoïcijnse gedachte in de Nuanced Podcast.